Esther Bouabadi, we zijn hier vandaag in Anderlecht voor de tweede competitiematch, Anderlecht-KV Mechelen. Jullie stonden nog op 0 doelpunten, maar jij hebt de eerste goal van het seizoen gescoord. Hè? Hoe voelt dat aan? Dat voelt zeer goed en we hadden zeker wat goed te maken tegenover de vorige wedstrijd. Dus ja, ik ben wel blij. Ja, waren jullie een beetje verrast door Gent vorige week met die 0-0? Goh, ik denk, we hebben ook heel veel kansen gehad die wij hadden kunnen afmaken, waardoor de resultaat er zo uitziet. Maar ze hebben zeker niet slecht gespeeld, dus we moeten zeker nog oppassen voor de volgende wedstrijden. Ja, jullie winnen vandaag hier tegen Mechelen 4-1. Dat is goed voor het vertrouwen, want jullie moeten volgende week naar Polen. Hè? De Champions League, hoe kijk je daar naar uit? Dit was zeker een goede boost voor inderdaad de Champions League te gaan spelen. Dus dit hadden we wel echt nodig. Dus ik ben zeer tevreden. En wat verwacht je dan van Polen, van Katowice? Ken je, heb je al iets gehoord van de coach of hoe dat ze spelen of dergelijke meer? Of wacht je het echt af tot volgende week? Ik denk we moeten vooral vertrouwen op onze eigen kwaliteiten en sterkte van het team en daar gewoon een mooi resultaat gaan neerzetten. Ja, en hopelijk kwalificatie. Is dat toch de bedoeling, denk ik? Dat is zeker ons doel. Oké, ik dank je. Veel succes in elk geval. Dank u wel.